Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland, organiseerde samen met Ketenzorg Dementie Rivierenland het mini-symposium Dementie Netwerkt. Het symposium vond plaats op 25 september in de raadzaal van de gemeente Tiel. Tijdens het symposium gingen de bezoekers samen aan de slag met het netwerk rondom de mens en dementie. Hoe kunnen we samen zorgen dat deze mensen zo lang en zo normaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Dat was de centrale vraag. Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Meestal staan geheugenstoornissen op de voorgrond, maar alleen geheugenstoornissen maken iemand niet dement. Dementie is vaak het gevolg van de ziekte van Alzheimer. Vandaag is er een mini-symposium geweest rondom dementie, waarbij eigenlijk allerlei partners van allerlei organisaties die op de een of andere manier iets te maken hebben met dementie bij elkaar zijn geweest om met elkaar van gedachten te wisselen en om eens te kijken van hoe ze nog beter kunnen gaan samenwerken. Omdat een van de conclusies is, we hebben elkaar ontzettend hard nodig en daar zijn we hier ook in relatie met netwerken vanmiddag mee bezig geweest. Er is een regiegroep geformeerd. Van waaruit is dat ontstaan en wat doet die regiegroep? Ja, de regiegroep probeert eigenlijk met elkaar, en dan zijn vertegenwoordiging ik dan vanuit de gemeente, maar ook vanuit de zorgcentra, vanuit het welzijnswerk en vanuit de Alzheimer Stichting, proberen we met elkaar af te stemmen wat de beste strategie is op het gebied van de keten te versterken rondom de hulp aan dementerende mensen. Maar ook de mantelzorgers niet te vergeten. Hè, dus eigenlijk het hele netwerk om een mens met dementie heen. Die regisseren dat. En daar is onder andere dit mini-symposium uitgekomen. Waarom is deze samenwerking nodig? Het is nodig omdat er heel veel dementerende mensen zijn. En dat zal alleen nog maar erger worden. Ook nog eens een keer het feit dat de uitdaging is om mensen ook langer thuis te laten zijn. En gebleken is, en er was vroeger een heel groot taboe op, natuurlijk op dementie. Hè. Mensen hielden het allemaal achter de achterdeur. Daardoor werd de ellende alleen maar groter. En we menen juist, als je het met elkaar verder op gaat pakken, beter gaat samenwerken. En ook de gemeente moet ook daar een bepaalde rol in gaan vervullen. Dan denken wij dat het leven van de mensen met de dementie, maar juist ook de mantelzorg, de familie, dat het alleen maar draaglijker kan worden. Maar dan moeten we toch de handen in één steken. Yvonne Hendricks, ook u maakt deel uit van de ketengroep. Ketenregisseur met een mooi woord. Is dit een goed initiatief? Hartstikke goed initiatief. Het is heel belangrijk dat verschillende partijen elkaar ontmoeten in de keten. Keten is van oudsher hier opgebouwd vanuit de geheugenpolie vroeger, een jaar of 5 geleden. Vanuit diagnostiek, zeg maar. En van Lieverlee zijn we steeds verder naar de voorkant gegaan. Hè. Dus eerst met de eerste lijn erbij. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld specialisten ouderengeneeskunde ook meer werk gaan doen in de eerste lijn. En nu met de transities, hè, waarbij de overheid zegt van je gaat meer met minder. Maar ook mensen langer thuis. Dus ook meer mensen met dementie thuis, hebben we gezegd van goh. En wat betekent dat dan, hè, voor ons alle, burger en maatschappij? De uitleg is vanmiddag gegeven, hè, tijdens het symposium. Welke organisaties nemen deel aan het ketengebeuren? Als je bedoelt de regiegroep, dan zitten daar verschillende zorginstellingen in. Verpleeg- en verzorgingshuizen, het ziekenhuis, de gemeente, welzijn, Alzheimer Nederland en een afvaardiging van de eerste lijn. Maar feitelijk is de keten nog breder. Hè? Dus niet iedere organisatie zit ook in de regiegroep. Maar wat de regiegroep wegzet, is wel voor de breedte van de hele regio rivierengebied. Wat gaan mensen merken aan deze samenwerking? Ik mag hopen dat ze er nu al iets van merken. Die samenwerking die is er op zich al lang. Alleen we hebben gemeend om het meer in de publiciteit te brengen. En vooral ook de rol van de gemeente, hè, die meer dan tot nu toe, bijvoorbeeld ook voorlichting, maar ook de toegankelijkheid. Hè. We hebben vanmiddag ook zaken gehoord over waar moet ik nou naartoe als ik een vraag heb over dementie. Of vooral een vermoeden van dementie. Blijkt bijvoorbeeld ook, we hebben een onderzoek gedaan onder mantelzorgers, ook door het Nivel begeleid, dat ongeveer 30% van de mantelzorgers
Die weten eigenlijk niet zo goed waar moet ik nou terecht met mijn vragen over dementie. En weten bijvoorbeeld de WMO-loket niet te vinden. Nou, je zou zeggen dat is een basis. Dus we moeten meer voorlichting geven, meer duidelijkheid, maar vooral heel laagdrempelig erin zijn. Zodat u en ik weten van goh, hè, waar moet ik terecht als iets in mijn familie of in mijn directe omgeving daarom vraagt. In Nederland hebben 260.000 mensen een vorm van dementie. Alzheimer is de bekendste vorm hiervan. 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst explosief stijgen naar meer dan 500.000 in 2050. In de regio Rivierenland is de verwachting dat het aantal mensen met dementie stijgt tot 5.000 in 2030. Dat is een verdubbeling ten opzichte van nu.